mijn lieve soulsearchers. Mijn naam is Barbara en dit gaat een algemene reading zijn voor mijn lieve Scorpio. Voor januari 2022 alweer. Gelukkig nieuwjaar, alvast. Ik hoop dat je de feestdagen goed bent doorgekomen. Het is een algemene reading, dus neem wat voor je past en laat de rest liggen. Kijk zeker ook naar het sterrenbeeld dat in jouw maan, jouw Venus, of dan wel je ascendant staat. Ik heb voor 2022 ook voor alle sterrenbeelden voor het hele jaar een reading gemaakt. Heb je die nog niet gezien? Ik zal de link toevoegen aan het einde van deze video. Like, deel, abonneer, klik op het belletje. Blijf je op de hoogte wanneer ik nieuwe video's post. Ik ben bijna aan de 7000, dus help me nog heel even aan door te abonneren. Dat zou een heel mooi eindejaarscadeau voor mij zijn. We gaan eens even zien. We hebben hier en nu een vrede. Ik heb twee eieren. Nummer 23 en nummer 32. Samen alle twee. 5. Verandering. Er is een nieuw begin. Ik heb, ja, wat ik zeg, twee eieren. Er is een ei, daar zit zij op te broeden. Dat heeft een deur en dan nog een deur en nog een deur. Dus dat nieuwe begin gaat heel veel deuren openen, precies. Het is zaak om in het hier en nu te zijn. Ja, dat nieuw begin gaat er komen. We kunnen naar de toekomst kijken, we kunnen naar het verleden blijven staren. Het is precies om het moment, ja, de boodschappen om in het hier en nu te blijven. In het hier en nu bestaan er namelijk ook geen problemen, geen angsten. Er is alleen maar nu. Dus anticiperend op dat nieuwe begin, probeer niet te dwalen naar het verleden. Probeer niet alleen maar te dagdromen naar de toekomst, maar probeer ook in het hier en nu, in het moment te zijn en daarvan te genieten. Even een... Pas op de plaats, precies. En ik heb vrede, ja. Weer dat ei, niet te zien, nee. Waar een hele mooie vredige witte duif boven vliegt. Ja, er is een nieuw begin. Maar er is precies... Ja, het is niet nu. Het is zaak om in het hier en nu te zijn, maar ook in vrede te staan naar, op dit moment. Om daar vredig mee te zijn dat het niet het moment is voor dat nieuwe begin. Nou, was voor jullie 2022 stond in het teken van het oude of het nieuwe. Er is een keuze die gemaakt moet worden. Nou, voor mijn gevoel is het niet januari. Ik moet zeggen, deze eieren had ik ook alle twee. Maar dan weet ik natuurlijk niet meer of dat voor stier of voor ram of waterman was. Waterman sowieso niet, want zij moesten in actie komen. Stier of ram. Dus misschien heb je te maken met een stier of ben jij ascendant stier. Het lot ondersteboven. Oké, dromen, fantasie. Oké, we gaan eens even zien. De energie, begin januari, voor mijn lieve schorpioen. Januari 2022. We hebben de hoogpriesteres ondersteboven. De intuïtie is sterk, maar wordt niet naar geluisterd. Foei. We gaan het verder zien zometeen. Wat is de uitdaging in januari? Ze zijn helder. De 9 van Pentakels, materiële oogst. Ja, de 9 van Pentakels is tevreden zijn, blij zijn, gelukkig zijn met wie je bent, waar je staat, wat je hebt opgebouwd. De vruchten plukken van je eigen werk. Financieel stabiliteit op de langere termijn zelfstandig hebben opgebouwd. Maar dat is duidelijk. Dus is het moeilijk om tevreden en blij te zijn in de tussenfase, zullen we maar zeggen. Voor mij is dit soms ook wel de happy single kaart. We zullen zien. Wat is het advies voor mijn lieve Scorpio? Wauw. Transformatie met de dood en standvastig zijn met de 7 van staven. Het einde en een nieuw begin. Oké, er is iets wat getransformeerd moet worden. Dus je moet wel precies al de stappen zetten. Je moet het verleden loslaten om ruimte te maken voor dat nieuw begin. En met de 7 van staven vechten voor wat jij wilt. Vechten voor, jij weet wat je wilt. Je weet waar je tanden in wilt zetten. Waar je voor wilt gaan. Gepassioneerd en vurig. Het spreekt over assertiviteit en ook doorzettingsvermogen. En vechten voor hetgene wat jij wilt. Oké. Wat is dan de uitkomst? De 4 van kelk ondersteboven, dat is mooi. Onderop de overwinning en succes. De 6 van staven. Vurige energie. Best wel evenwichtig hier. Ziet er goed uit. Dus in de uitkomst heb ik de 4 van kelken. Verveling en ontevredenheid.
ondersteboven. Dus is er iets waar je ontevreden en verveeld over bent, niet gelukkig bent, niet is dit het nu? Dit wordt voor mijn gevoel afgesloten, afgerond. Tijd om iets los te laten waar je een beetje stug hebt vastgehouden, ondanks dat het zonder succes was, zonder geluk, zonder tevredenheid. Wel loslaten daarvan. En de zonde op overwinning en succes. Hiervoor moet je eerst een strijd leveren, standvastig zijn, doorzetten, weten wat je wilt. En dat wordt dus overwonnen deze maand. We gaan eens even zien. Dus ja, in het begin van de maand heb ik intuïtie met de hoogpriesteres. Zij heeft een bepaald innerlijk weten, staat in contact met haar hogere zelf. Maar dus hier ondersteboven. Dus volg je intuïtie niet? We gaan het zien. Verklaar de hoogpriesteres. Oké, duidelijk. De wereld. Er is iets dat echt wel afgerond is. Er is een fase in je leven dat rond is. Dat je bereikt hebt. Dat volmaakt, voldaan, volbracht is. En je weet het. Maar intuïtief weet je het, maar je doet er niet zoveel mee. Ik heb de aas van staven. Een nieuw begin voor bezieling, voor passie. Aantrekkingskracht, creativiteit, ondernemerszin. Ik heb de negen van kelken. Tevredenheid, geluk. Emotioneel tevreden zijn. Dus er is een nieuw begin waar je eigenlijk wel... Goh. Je hel in ziet, je geluk in ziet. Emotioneel vervullend uitziet. En ik heb de hoogpriester. Lange termijn connectie, stier, energie. Een huwelijk. Een langere termijn connectie. Iets ook vanuit het hoger bewustzijn trouwens. Ik weet niet of het hetzelfde is. Is er iets nieuws waar je heel blij en gelukkig van wordt, al is het in gedachten? Maar ben je nog gebonden aan iets al op langere termijn? En gebonden kan zijn dus inderdaad een bedrijf, een instelling, een institutie. Er is hier een nieuw begin waar je ontzettend warm voor loopt. Wat emotioneel heel vervullend uitziet. En wellicht iets voor de langere termijn. Waarom de hoogpriesteres ondersteboven is, is mij een beetje een... Maar ik heb hier wel de hoogpriester en de hoogpriesteres. Dus als dit gaat over een connectie, heb ik hier best wel een spiritueel geleid gebeuren. Wat er voor mijn gevoel heel erg gelukkig uitziet. Dus wat is het probleem? Wat is het probleem? Wat is de uitdaging dan deze maand? Ah, we hebben conflict. Oké. Okay. Hier komen de zwaarden. Het oordeel. Dat is de kaart die komt voor de wereld. Dus voor het einde van een fase, het einde van een cyclus. Eén kaart, dank u. En de twee van kelken. Onderop hebben we de duivel. Er is inderdaad zijn angsten of kettingen waar je je vastgebonden door voelt, waardoor je een bepaalde stap niet zet. Ergens intuïtief volgens mij weet je dat waar je geluk ligt en dat iets dus wellicht afgerond is. Ik moet zeggen, vanaf het moment dat je hebt rust nodig, iemand heeft rust nodig, tijd, heling, terugtrekken. Omdat het allemaal een beetje zwaar is voordat hij dat nieuwe begin kan gaan creëren, voordat... Dat nieuw begin er kan zijn. Er moet eerst rust en heling plaatsvinden. Even zien. Ik heb dus het oordeel. Een wedergeboorte, een verlossing, een halleluja moment. Het is moeilijk om... Ja, precies emotioneel, materieel, financieel... gelukkig te zijn in het nu. Je te verlossen van iets... Ik heb de twee van kelken. Verliefdheid, verliefd zijn, soulmate connectie.
Ja, ik weet dat ik voor schorpioen toch vaak de energie krijg van dat er meerdere energieën spelen. Een derde partij. En pas op, een derde partij hoeft niet per definitie te spreken over een driehoeksverhouding. Dat kan zijn dat het werk voor jou belangrijker is dan de liefde, bijvoorbeeld, of voor je partner. Dat er iets, of de kinderen, of de familie, dat er een energie is dat de connectie dwarsboomt, tegenwerkt. Waardoor het moeilijk is om gelukkig te zijn, om je te verlossen van iets, om in je geluk, in de verliefdheid, in de dingen te zijn, te zitten, gelukkig en wel. En ik heb dus de 5 van zwaarden. Conflict, mentaal conflict, of dan wel echt wel conflict met iemand. Een strijd leveren. Er zijn veel conflicten. Het is moeilijk om gelukkig te zijn op het moment in het hier en nu. Om je te verlossen van de conflicten. Om de geluk, de verliefdheid, de liefde te voelen. Oké. Wat is dan het advies? Transformatie en standvastig zijn. Blijven staan, ja, volhouden. Kijk ik hier wel bij. Weten wat je wilt. Weten wat je waard bent. En gaan. En dus iets beëindigen precies. Er is iets dat beëindigd moet worden. En ruimte moet maken voor het nieuwe. Er is iets dat getransformeerd moet worden. Ik heb de koningin van zwaarden. Zij is keihard. Ik heb hier heel veel vertrekkende energie. Allemaal vooruit. Het verleden wordt volledig achter zich gelaten. De ridder van staven. Volg je passie. De koningin van zwaarden, wat ik zeg. Waterman, weegschaal, tweeling, energie is keihard. Zij snijdt de banden door met de mensen die haar niet dienen. Beschermt haar hart. Beschermt zichzelf. Door in het hoofd en te zitten. En heel rationeel. Oh, jij dient mij niet. En dan heb ik 2 vertrekkende energieën. Ik heb de 6 van zwaarden. Varen naar rustige waters, van het conflict wegvaren. Je neemt je kopzorgen weliswaar mee, maar je loopt er wel van weg. Het is dus, je overstijgt het conflict door weg te gaan. Verder te gaan. En de 8 van kelken, die is ook al aan het vertrekken. Richting de 9 van kelken, richting zijn of haar geluk. Hier heb je 8 kelken die ooit fijn, voldoeninggevend waren. Tevreden. Maar nu niet meer. Hier ga je op zoek naar je zielsmissie, naar je bezieling, naar de zon, naar je geluk, naar geluk. Naar je 9 van kelken, naar dromen, wensen die in vervulling komt. Het is tijd om te gaan. Krijg ik hier heel sterk bij. Tijd om een beslissing te nemen, om het verleden, het conflict achter je te laten. Je weet wat je waard bent, je weet waar je staat en jouw standpunt mag er zijn. Het is tijd om voor jezelf op te komen, om assertief te zijn. Voor jezelf op te staan. En dan pas ga je het kunnen overwinnen. Maar wel, tijd om te gaan. Iets te transformeren. Iets te beëindigen. Beslissing te nemen. Oké. En dan hebben we de uitkomst met de 4 van kelken. We gaan de uitkomst van mijn lieve schorpioen. Voor januari 2022. De 7 van kelken ondersteboven. Hier heb je het helder. Je weet wat je wilt. Dit is niet meer verwarring. Dit is niet meer welke kant gaan we nog op. Die ga ik niet allemaal nemen. Ik heb de overwinning. Oké. Ja, dat we daar naartoe gingen, dat wist ik. En de ridder van kelken. Nou. Ja, er is absoluut een strijd. Een concurrentiestrijd. Misschien zijn er meerdere energieën gemoeid. Veel communicatie. Waardoor iemand zo zich gebonden voelt, geen kant op kan. Door angst of door echt wel kettingen die ja, rond de nek zitten. Maar het tij gaat keren. Okay. Goddelijke timing. Dus ja, we komen hier uit de ontevredenheid en de verveling. Omdat je standvastig bent geweest. Omdat je een situatie achter je hebt kunnen laten. Mentaal en emotioneel. Hier laat je het echt wel op alle fronten achter. Dat conflict of die strijd of die mentale strijd die je geleverd hebt.
ga je niet meer voeren. Misschien omdat je een keuze maakt vanuit je gevoel in plaats van vanuit het hart. Ik heb dus de ridder van Kelke, de prins op het witte paard. Positief nieuws dat jouw kant op komt. Een liefdevolle boodschap, een verontschuldiging, een liefdevol bericht. Positief nieuws, hoe dan ook. Dit kan jij zijn die je hart volgt en een beker aan vol liefde aanbiedt. De stappen zet vanuit je gevoel, vanuit je hart. Ik heb dus een overwinning die hier plaatsvindt. En succes, wat ik zeg, daarvoor moet eerst een strijd geleverd worden. En dat doe je. Tenminste, als je het advies neemt. En dus de zeven van Kelke. Dit is normaal gesproken dromen, opties, mogelijkheden hebben. Hier heb je het helder. Hier weet je wat je wilt, weet je wat je niet meer wilt. Dit is precies een nieuw doel wat je hebt. Een nieuw levensdoel, want je bent gaan zoeken en je hebt het gevonden. Echt op zoek gaan naar je geluk. Tijd om te gaan. Een nieuw doel, besluitvaardigheid. En dan is het echt wel vol, ja, liefde en energie vooruit. Oké. Ik ben heel benieuwd. Wat is de boodschap van het universum? Oké. Levensverhaal, levenservaring. Laat overtuigingen die je niet meer dienen los. Een belangrijke levensveranderende gebeurtenis. Een situatie dat leidt tot opmerkelijke kansen. Poeh, wat hebben we allemaal? Ja, de aas van lente. De drie van lente. Hey, de vier van lente. En de tien van kelke. Het zijn hele positieve kaarten. Dus de aas van staven. Het is tijd om in actie te komen. Wees onbevreesd en jaag vol goede moed. Je grootste dromen na. Ga ervoor. Het is tijd. Geweldige carrière mogelijkheden. De drie van lente. Plan de volgende stappen met de langere termijn in gedachten. Wees geduldig. Er volgen nog meer fijne dingen. Voldoening over je uitstekend werk. Want ik zeg veel staven, veel vurige energie, gepassioneerd, creatief, ondernemend. Tijd om in actie te gaan. En de plannen, de stappen rustig plannen. Rustig de stappen zetten. Ik zie hier inderdaad weinig overhaaste energie. De vier van lente, de volgende stap binnen een relatie, iets te vieren hebben. Wees dankbaar, je hebt zoveel te vieren. Gevoelens van diepe vreugde en geluk. Een gelukkig privéleven. Binnen een relatie zit een nieuwe stabiliteit. Iets te vieren hebben. Voor mij is dat een beetje de huwelijkskaart. Maar we hadden de hoogpriester. En voor sommigen is er gewoon nieuwe liefde binnengewandeld. Wat gewoon uitermate gelukkig uitziet en op de langere termijn. Ik weet niet wat dan de interne strijd is. Misschien is het te mooi om waar te zijn. Alhoewel, er is nog een verlossing. Je moet je nog verlossen van iets. En je doet het niet, want je volgt niet je intuïtie. Je weet eigenlijk wat je wilt. En het is tijd om daarvoor te gaan. Oké. En dan hebben we de 10 van Kelke. Geluk na moeilijke tijden. Een emotioneel vervullend leven met familie en vrienden. Kinderen liefdevol en verstandig grootbrengen. Mensen die je kunt vertrouwen. De 10 van Kelke. Ja. Geluk na moeilijke tijden. Het is je gegund. Het komt jouw kant op, maar je moet zelf ook een stap zetten. Om het verleden achter te laten, om iets dat jou niet meer vervult, achter je te laten en op zoek te gaan naar je geluk. Dat is de boodschap van Verlicht je geest, orakel. De roos die zich steeds weer opent, opengebarsten, het gebeurt ook voor jou. De roos, ja, spreekt over, representeert, is niet te zien. Representeert het hart. Het hart dat open gaat. Volg je hart. En blijf iedere keer weer open gaan. Bescherm je niet te veel. Ik heb die kaart niet per definitie hier. Maar deze zegt dat wel. Dus open je hart keer op keer. Blijf in je gevoel zitten. Blijf in je hart zitten. Oh. Veel gevoelens. Voor mijn lieve Scorpio. En qua timing, hoe gaat zich dat ontwikkelen? De volle maan in Leeuw gaat belangrijk zijn. Laat jouw trots niet in de weg staan. Jouw trots, jouw ego, jouw naam. Laat die niet in de weg zitten, staan van jouw geluk.
Wees niet te trots. De volle maan in Leeuw. Ik zal uitzoeken wanneer dat is. Ik zal het in de beschrijving toevoegen of in commentaren toevoegen. Wellicht is dat een belangrijk moment het komende jaar voor jou. Waar je op moet letten dat je je trots inderdaad niet te veel in de weg laat staan. En de volle maan in Boogschutter. Kijk naar het grotere plaatje. Kijk naar het grotere plaatje. Er is een... Volle maan in Boogschutter. Nou weet ik niet meer wanneer dat was. Ik had het opgezocht. Ik zal dat ook toevoegen. Dus deze twee volle manen. En volle manen zijn sowieso altijd energie waarbij emoties bovenkomen en dus losgelaten kunnen worden. Dus twee volle manen, emotionele manen. Maar die wel transformatie met zich meebrengen. Oké, ik ben benieuwd. Mijn lieve Scorpio, laat me zeker iets weten. Ik ben altijd heel blij en heel dankbaar voor al jullie berichten. Like, deel, abonneer, klik op het belletje, blijf je op de hoogte wanneer ik nieuwe video's post. Ik wens je een transformerende, liefdevolle, vredige maand. Of ja, vredig. Ja, probeer ook in vrede te zijn in het hier en nu. Zet je trots opzij. En zet de dingen in werking op richting jouw geluk. Want je bent er absoluut die kant op aan het gaan. Maar je moet er wel een stap voor zetten, precies. Ik stuur je alle liefde en licht toe voor de komende maand. Ik dank je wel voor het kijken. En ik zeg tot snel.